Druk maar op stad. Roel, we hebben de eerste twee partijen natuurlijk vuurwerk gezien en op het ogenblik dit een vrij rustige partij. Hoe heb jij dat ervaren? In eerste instantie was het rustig, alleen mijn stand werd beter en beter. En hier begon ik toch echt te denken aan winst. Nou, we gaan hier zo meteen over deze stand iets vertellen. Eerst even een vraag voor Jan. Koos je bewust deze partij weer voor dezelfde openingsset als in de eerste partij? Ja, daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Ja. En daar heb ik inderdaad bewust voor gekozen. Dus in de eerste partij werd ik verrast in de opening. En ik dacht dat ik deze partij aardig onder controle had. Dat ben niet hetzelfde als overkomen. Dus ja. En was je ook in de partij wel gerust op je stand? Nou, eerst wel. Ik dacht eerst van, ja, het was klassiek, wat tempo's voorsprong. Ik dacht, ja. Maar het is altijd wel, ja, ik zal wel iets moeten kunnen doen. Maar ik kon geen goed plan vinden. Toen koos ik voor een ruil die ik minder voor mij taxeerde, maar nog niet verloren. Maar langzaam maar zeker werd het toch heel dreigend. En toen kwam het uiteindelijk op deze stand uit. Nou, dit is wel een belangrijke stand in de partij. Volgens de computers was hier echt wel wat aan de hand. Wit staat onder druk. En Roel die nam hier ook behoorlijk wat tijd in beslag om over zijn set na te denken. Wat heb je hier gezien, Roel? In het kort. Van alles, maar niet de partijvariant. We gaan even naar de partijvariant. Wat gebeurde hier? Ik speelde dit. Een heel belangrijk alternatief is dit. Daar heb ik heel lang over nagedacht, maar ik kwam er net niet helemaal uit. Dus uiteindelijk koos ik voor dit. En wits probleem is vooral dat deze steeds niet mag, want dan komt die zet, slaat witte 2 en slaat zwarte 2. Met winst. Dus vandaar speelde wit deze zet. En ik had het duivelse plantje dat erachter zit niet gezien. Ik speelde namelijk die en toen volgde dit. Zwart slaat het 2. Hier hebben we tot remise besloten en toen volgt deze. Dus je geeft nu de tegenstander een dam? Ja, maar dat, uiteindelijk komt het allemaal goed voor wit. En dan speelde wit die. En dan heeft wit zelf een dam. Ja, het zwart gaat ook naar dam. En ondanks een schijf meer zal dit eindigen in remise? Ja, nee, dit eindigt meteen in remise eigenlijk. Maar het staat nu 4-2 in de stand. Wat mogen we morgen verwachten, Jan? Ja, weer vuurwerk hoop ik. Ah, dat hopen wij. Nou, vandaag was het iets minder. Maar ja, we gaan natuurlijk iedere partij in. Ik in ieder geval om te winnen. En vandaag ook alleen, kwam het net niet helemaal uit. Oké. Morgen staat de vierde partij op het programma in Groningen om de strijd om de wereldtitel Dammen 2016. En ik hoop jullie morgen allemaal weer te zien. Komt goed.